Oké, de review van de Ryder 400 TomTom. Motorport Den Bosch heeft hem geïnstalleerd, want het apparaat is een stuk dunner dan de vorige. Ik moet hem even eraf halen. Kijk eens, hij kan zo in je binnenzak. Lekker dun. Geen kapje meer, is ook niet meer nodig. Het beeldscherm is fantastisch. Je hebt echt geen last van zonlicht. Er is nu geen zon. Maar ja, je ziet wat schittering van de lucht. Maar het is hartstikke goed afleesbaar. Overigens zie je hier het andere TomTom product. Waarop Gadget Gear een andere review te lezen is. Maar het gaat nu over de Ryder 400. De Ryder 400 heeft een nieuwe interface. Die lijkt heel erg op de auto TomTom. Maar natuurlijk overal een autootje staat. Behalve hier zie ik trouwens. Er staat een motortje. Dus hier er zit nog een klein updateje mogelijkheid voor TomTom. Het menu is fantastisch. Je kan het ook indelen. Want soms forums melden dat icoontjes te veel in de rechts of links zitten. Maar dat kan je gewoon aanpassen. Even gewoon rustig voor gaan zitten in de instellingen en dan kan je de menuvolgorde aanpassen. Oké, stel ik wil een spannende route plannen. Nou, dan kom je in deze interface. Dan kan je aangeven wat de mate van slingerwegen is. Ik heb hier een bultje onder mijn nagel, mijn helm zitten, of mijn handschoen zitten. Nou, hier zie je de mate van slingeren. Daar zie je de mate van bergen. Nou, het is hier allemaal hartstikke vlak, dus dat maakt niet uit. We gaan lekker slingeren. En daarna kan je dan op de kaart tikken waar je naartoe wil. Ik ben in een bos, maar dat wil ik niet. Ik wil bijvoorbeeld naar een stad Utrecht. Ja, dan is dit gewoon erg onhandig. En wat je dan doet, is tip nummer 1, is je gaat gewoon zoeken en je gaat gewoon een route plannen. Dus je tikt nu in, en dan zal ik in dit geval de Rietveldenweg doen. Daar zit de andere motorzaak in Den Bosch. Van de Heide. Die is verhuisd. Rietveldenweg. Nou, daar ga ik naartoe. Dan zeg ik rijden maar. Nou, daar zie je wel het motoricoontje. Rijden maar. En dan maakt hij de snelste route. En dan zie je dat ik over de snelweg ga. Stel voor we willen een kronkelroute of een spannende route. Een andere, als je een lange route hebt, is natuurlijk veel spannender. Maar dan ga je naar het menu. En dan kies je huidige route. Heb ik daarom ook daar gezet. Wijzig routetype. En dan kan je nu zeggen, nou doe maar een milieuvriendelijke of een kronkelroute. En dan zal je zien dat ik van de snelweg af ga en dat hij gewoon een andere route pakt. Oké, dus dat is tip 1. Display is echt een stuk verbeterd. Je kan hem roteren. Een klein nadeel. Er zijn al wat firmware updates geweest. Dat is overigens uniek voor TomTom. Dus ze zijn echt dedicated om hiermee de zoom of een garmin aan te vallen. Overigens was TomTom de eerste met de motornavigatie. Met de Ryder. Nou, deze vierde, vijfde generatie, ik weet niet wat het is, vierde denk ik. Heeft alles in zich. Je kan hem ook roteren, dus dan heb je een, zeg maar een poortrestand, dan kantelt hij ook. Eigenlijk doe je dat nooit tijdens het rijden, dus het is meer als je hier pakking hebt of hem ergens anders monteert dat je hem zo doet. In dit geval, ik heb hem graag zo. Wat is nou het nadeel? En dat is eigenlijk het enige andere nadeel wat ik aan het product heb kunnen vinden. Is als je een berg naar beneden rijdt zo, dan kan het wel eens gebeuren dat dit kantelt. Want hij denkt dat je moet kantelen en dat wil je niet. Dus dat moet je eigenlijk kunnen fixeren. Voor de rest fantastisch product. En ik zal even laten zien hoe tijdens het rijden dat werkt. Overigens hoe deze stem in de camera komt. Ook tijdens het rijden zal ik dadelijk even switchen tussen motorgeluid en mijn stem. Kan je binnenkort op Gadget Gear lezen hoe we dat doen. En ook het filmpje zal ik af en toe mixen met deze beelden. De TomTom Bandit Action Camera. Zit op een GoPro steuntje in dit geval. Dat is fantastisch. Hè? TomTom heeft met de camera de GoPro steunen omarmd. Ik hoop dat hij erop blijft zitten. je zal daar zien dat hij ook tijdens het rijden de versnelling en de GPS en dat soort dingen allemaal meeneemt. In dit geval film ik met de GoPro camera aan. Met een voice module. En nogmaals hoe dat precies werkt, zie je binnenkort kan je ook gaan motor vloggen. Maar ik wil gewoon even een indruk geven van hoe het product rijdt. Oh, in real life. Oké, dan gaan we een stukje rijden. Ik zal ook wel hier en daar even afwijken van de route. En dan gaan we naar de Rietveldenweg en kijken hoe dat eruit ziet. Let's go! Oké, vizier is nu dicht. Ik weet niet of het windgeruis erg te horen is, maar in dit geval gaan we de snelweg op. Niet de slingerroute.
En dan gaan we eens kijken hoe snel we bij de Rietveldenweg zijn. Daarvoor moet ik wel hier even rechtdoor, want als ik deze kant op ga, dan ga ik richting Eindhoven. Nou, natuurlijk wil TomTom mij de andere kant uitsturen. En je kan nu op het display zien, als ik hoop dat dat goed te zien is, dat dat prima af te lezen is. Nou, wat ook mooi is aan de TomTom Rider 400, is er zijn vier versies. Eigenlijk is het de software is de Rider 40, die heeft wel traffic info, maar geen flitser info. En een iets kleinere Europa kaart. De 400 die heeft de Europa kaart groot en flitser info erbij. Overigens maakt daarvoor de Rider 400 gebruik van een internetverbinding, dat gaat via je telefoon. Dus in het buitenland moet je een beetje uitkijken met datagebruik. Ik heb nog niet kunnen vinden wat het echte datagebruik is. Daar zou TomTom iets duidelijker over mogen zijn. Misschien staat het ergens in kleine lettertjes. Ik heb het niet kunnen vinden. Dus de 40 en de 400, ja, gewoon hard en matig fysiek. Alleen in onderscheid in kaarten en in online diensten. Voor die online diensten heb je de